Denis, voorzitter VVCS. We hebben het geval Kevin Brands. Wat vindt de VVCS daarvan? Nou goed, het moet natuurlijk eerst nog worden uitgezocht wat er precies gespeeld heeft. En wat de afspraken zijn geweest tussen clubs en spelers. En tot die tijd moeten we daarop op wachten, want ik weet die antwoorden ook niet. Maar goed, de mening van ons is wel dat je altijd met je sterkste elftal moet uitkomen in competitieverband. Dus ik kan me wel voorstellen dat jullie het wel een hele interessante zaak vinden, dat het nu een keer openlijk gezegd wordt. Ja, goed, kijk, dit soort afspraken worden wel vaker gemaakt, maar komen nooit echt bovendrijven. In dit geval is dat wel gebeurd. En zeker het momentum is natuurlijk precair. Hè? De laatste wedstrijd of een van de laatste wedstrijden, Willem II wordt kampioen in die wedstrijd. Dus ik kan me voorstellen dat Dordt daar ook naar kijkt. Dus we moeten afwachten wat de resultaten van het onderzoek van de KNVB gaan zeggen. Ja, wat adviseren jullie in het algemeen spelers wat betreft dit soort afspraken? Nou goed, in de reglementen van de KNVB staat gewoon dat je altijd met je sterkste team moet uitkomen. Dus afspraken dat je niet tegen het team mag, of tegen je werkgever mag voetballen, die komen op papier eigenlijk niet voor. Dus, en als dit soort afspraken worden gemaakt, ja, dan zijn wij er meestal niet echt bij betrokken. En gebeurt het ook weinig dat het daadwerkelijk zo uitkomt. Ja. Als je het objectief bekijkt, vind je het sportief? Als blijkt dat hij niet geblesseerd is en hij bewust buiten het elftal is gelaten, ja, dan vind ik dat wel, zeker naar Dordt toe, ja, dan vind ik dat het niet moet kunnen. Je moet altijd de spelers, als ze fit zijn, gewoon laten spelen. Ja, en naar de speler toe, misschien heeft hij er wel zelf op aangedrongen, maar stel je voor dat een club het eist. We hebben natuurlijk het geval Thibaut Courtois van Atletico, nou is dat een iets andere situatie. Maar hij is, in principe wordt hij gedwongen niet te keepen, dus heeft hij even gezegd, ja, dat hij mag. Als een speler daarin niet gemengd wordt, maar de clubs te afspreken, wat vind je daar dan van? Nee, ik vind dat je als speler altijd moet willen spelen. Ook al is het tegen je werkgever. Dus eigenlijk moet je, vind ik, niet akkoord gaan met dit soort afspraken. Ja. Kunnen jullie stappen ondernemen in dit geval? Nee, wij kunnen spelers adviseren wat ze eventueel kunnen doen, mocht dit te sprake komen tijdens contractonderhandelingen. Dus dan weet de speler in ieder geval dat het niet mag. En wat hoop je dat de KNVB ermee gaat doen? Die gaan het onderzoeken, maar wat hoop je dat eruit gaat komen? Ja, nou goed, dat weet ik niet. Ik hoop natuurlijk dat blijkt dat het allemaal niet zo is en dat Kevin gewoon geblesseerd was tijdens de wedstrijd. Ja goed, we moeten afwachten wat het onderzoek gaat brengen. Maar los van het feit daarvan, Marcel Keizer, trainer van Telstra, die zegt letterlijk op camera, de afspraak is dat Kevin niet zou meespelen tegen Willem II, ongeacht geblesseerd of niet geblesseerd. Dat zou toch niet moeten mogen? Dat is toch een concurrentievervalsing? Jazeker. Nou ja, goed, je moet natuurlijk niet dit openlijk gaan vertellen. Dat is sowieso niet zo slim. En ik vind dit soort afspraken moet je gewoon niet maken. Je dupeert nu andere clubs ermee. En dat moet je niet willen. Ja. Is het, nu wordt het voor het eerst openlijk gezegd, maar is het eigenlijk nieuw in het voetbal? Nee, we hebben natuurlijk ook het gevalletje Rome, die verhuurd werd van Vitesse naar Cohert. Die tussentijds teruggehaald terwijl hij het fantastisch deed met Cohert. En niemand was er eigenlijk blij mee, behalve Vitesse. Dus dat hebben we bijvoorbeeld gehad. Maar goed, dat stond contractueel gewoon vast. Dus speler en club weten gewoon waar ze aan beginnen. Nou goed, dus de speler weet in deze ook dat hij gewoon terug moet. Ja, dit geval is iets anders, omdat het een mondelinge afspraak is. Goed, als ik als zelf speler zou zijn, dan zou ik zeggen, jongens, ik wil gewoon altijd spelen. En anders laat ik mij niet verhuren. Nee, is dat niet ook heel gevaarlijk, zo'n gentleman's agreement? Dat gebeurt natuurlijk vaker in het voetbal. In Engeland is het gewoon goed, staat volgens mij wel vastgelegd. Is dat niet heel gevaarlijk voor het voetbal, zo'n gentleman's agreement? Nou goed, dit soort afspraken worden gewoon gezien als rechtvaardig. Dus op het moment dat je dit soort afspraken maakt, dan moet je ze nakomen. Dus het is bijna hetzelfde als op papier zetten. Dus ja, dus dat moet je gewoon niet willen in het voetbal. Dankjewel.